De korfballers van NIC hebben gisteren thuis met 31-27 verloren van Blauw-Wit uit Amsterdam. NIC begon goed en stond bij de rust met 19-14 voor. Na de pauze stortte NIC volledig in en de Amsterdammers bogen de achterstand vlot om en gaven de wedstrijd niet meer uit handen. NIC blijft op de 9e en voorlaatste plaats staan in de Korfbal League met 7 punten uit 13 wedstrijden. De dames van Lycurgus hebben zaterdagavond in Sliedrecht met 3-0 verloren van Sliedrecht Sport. De setstanden waren 25-19, 25-22 en 25-17. Lycurgus staat op de laatste plaats in de Eredivisie met 2 punten uit 18 wedstrijden.